De patseraanpak. Er is veel politiek debat over. De VVD is er heel erg voor. Maar er zijn ontzettend veel andere partijen ontzettend tegen. Maar wat is het? En welk probleem lossen we ermee op? In Rotterdam en in heel Nederland wordt ontzettend veel geld verdiend met het verkopen van illegale drugs, zoals cocaïne. Als zelfstandige drugsdealer kun je soms wel tot 250 euro per uur verdienen. En daar kan je dan hele mooie spullen van kopen. En dat doen die drugscriminelen dan ook. Ze dragen dure kleren en ze rijden in dikke auto's. En wat zien die jonge jongens die in dezelfde buurt opgroeien dan? Nou, zo word je blijkbaar dus succesvol en rijk. En zo worden zij ook de drugscriminaliteit ingetrokken. Want ja, bij de Albert Heijn verdien je 2,93 euro per uur. Althans, toen ik er nog werkte. Dat is bijna 100 keer minder dan wat je als drugsdealer verdient. Dus ja, dan moet je wel even doorwerken voordat je die dikke BMW binnen hebt. Dikke BMW! Met de patseraanpak halen we die foute rolmodellen weg en laten we aan de buurt zien, je kunt het wel proberen, maar uiteindelijk pakken we die oneerlijk verdiende dikke BMW gewoon van je af. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat doen we door in heel Rotterdam, van Blijdorp tot en met Bloemhof, acties te organiseren waarbij elke auto met een waarde van meer dan 30.000 euro of als er iets kapot aan is, van de straat halen. Dan wordt er door verschillende instanties gecheckt of je bijvoorbeeld nog boetes open hebt staan, maar wordt bijvoorbeeld ook de vraag gesteld hoe het kan dat je volgens de gegevens van de Belastingdienst een uitkering hebt terwijl je wel rijdt in een auto van 2 ton. En als je die vraag niet goed kan beantwoorden, dan wordt je auto in beslag genomen. En die aanpak is heel succesvol. Alleen al bij 2 acties in 2018 hebben we meer dan 60 auto's in beslag genomen. Het werkt dus hartstikke goed. We halen er crimineel geld mee op, we halen foute rolmodellen uit de wijk en we laten zien dat misdaad niet loont. De vraag is dus, waarom zijn partijen als D66, DENK, NIDA en GroenLinks tegen de patseraanpak? Nou, dat komt omdat ze denken dat agenten etnisch profileren. Met andere woorden, ze denken dat de politie alleen maar mensen aanhoudt met een Marokkaans, Antilliaans of Turks uiterlijk. Dat zou natuurlijk heel fout zijn, als dat zo zou zijn. Alleen, dat is niet zo. Sterker nog, dat kan helemaal niet. En vervolgens gaan motoragenten de straat op. En die rijden rond. En nou moet je heel goed opletten hoe die het gaat vertellen. En elke auto, rijden ze dus achter. En elke auto met een waarde van meer dan 30.000 euro, die halen ze van de straat die ze tegenkomen. Met andere woorden, motoragenten zouden op een paar meter afstand via de achteruitkijkspiegel moeten kunnen zien wat voor etniciteit iemand die achter het stuur zit heeft. Dat is praktisch gewoon onmogelijk. En dat verklaart ook waarom toen ik mee was met een patseractieaanpak in Blijdorp, er voornamelijk mensen werden gecontroleerd met een achternaam als Jansen, Fritsema en Van Groningen. En dat is ook logisch. Want of je nou Karremans of Carici heet, als jij in een dikke BMW rijdt die je met drugsgeld hebt verdiend, pakken we die gewoon weer van je af.